Ik stel één vraag. En als jullie die goed raden, winnen jullie deze 50 euro. Ja. Je mag 3 keer raden. Als je 3 keer de vraag fout hebt geraden, dan ben je af. En dan gaan we allebei weer onze eigen kant op. Hallo, mijn naam is Mauri. Welkom bij YouTube kanaal Rabona TV. Vandaag ben ik in Den Bosch en ik ga de vragen stellen aan vrouwen. En de vraag is, welke voetballer heeft de grootste penis? En als we dat goed hebben, winnen de vrouwen 50 euro. Wanneer ze dat slecht hebben, stel ik nog een vraag. En mensen, ben je nou nog niet uitgekeken op deze video? Ga dan vast naar de volgende. Maar nee, ik wens jullie veel kijkplezier. Amour van ja! Groeten van Mauri en veel plezier. Tot ziens. Welke voetballer in de wereld heeft de grootste penis? Ik ken geen voetballer, dus ik ga maar gewoon voor Cristiano Ronaldo, want ik ken dat toch de rest toch niet. Fout! Dankjewel. Nog een keer. Mij moet je me niks met voetballers vragen, joh. Ik doe er niks mee. Misschien Van Persie? Van Persie is ook fout! Helaas, mis. 3 keer mis. Oh, terug 2 keer mis. Je mag het nog 1 keer gokken. Oh god. Ken ik überhaupt nog meer voetballers? Van Robben? Welke er nog meer zijn? Dus, Helemaal fout. Helaas, je hebt het geprobeerd, Nelleke. Bedankt voor je tijd. Ja, alsjeblieft. Bedankt voor je moed en inzet. Je hebt er goed naar gekeken, je hebt goed kritisch beantwoord, maar helaas waren je antwoorden fout. Precies. Deze 50 euro gaat uit naar de volgende. Ja, succes. Misschien dat zij het wel goed raadt. Precies. Succes ermee. Dankjewel, Nelleke. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Doei. Tjallas. Zou je misschien de naam van ons project kunnen daarna vertellen? Nee. Oké, bedankt. Alsjeblieft. Houdoe. Top. Rabona TV. Welke voetballer heeft de grootste penis? Ja, weet ik. Ik ken niet eens zoveel voetballers. Ja, moet ik hier het antwoord op weten? Nou jongens, zeg jullie maar. Messi. Nou, sowieso niet Messi, want hij is zo... Wat zeg jij? Messi Snijder. Oh, ja, Messi Snijder. Dat hoorden we. Ja. Helaas! Ja, dat is zo... Wesley Snijder is een verkeerd antwoord. Je hebt nog 2 keer om te raden. Oh, serieus? Ja, maar gast, dit is toch... Okay. Ronaldo's. Nee, nee, nee. Nederlandse? Ja, maakt niet uit. Gewoon van iedereen. Ja, Ronaldo dan misschien? Ja, ik weet het niet. Ronaldo, nee! Helaas! Weer fout. Helaas, fout geraden. Je mag het nog 1 keer gokken. Oké. Okay. Gast, dat is echt niet waar. Maar van wel... Ja. Ik weet het niet. Oh, misschien, hoe heet hij ook alweer? Kluivert of zo? Just. Nee? Nee, joh. Nee, ja, dat weet ik niet. Je hebt al een naam gezegd, hè? Ja, oké, okay, ja, dan. En je sprak zijn naam volkomen volledig uit. Oké, okay. Oh, serieus. Maar het is helaas ook fout. Oké, okay, ja, dat is jammer. Tatum? Ja. Ik dank je voor deze. Deelname aan onze quiz. En ik hoop dat iemand anders wel die 50 euro wint. Ja. En ik hoop dat je alsnog... Mag ik het antwoord nog wel weten? Helaas niet. Oh, oké. Okay. Ja, sowieso. Dit is sowieso eentje waar nooit iemand... Als ik jou het antwoord zou vertellen, dan zou je vannacht niet slapen. Wie denk jij? Messi? Lionel Messi! Fout! Helaas! Dat is mis! Fout geraden! En jij, Meike? Van Persie! Ai, ai! Ook fout! Helaas! Jullie mogen allebei nog 2 keer raden! Denk goed na! Cristiano Ronaldo. Helaas! Cristiano Ronaldo, zijn penis is maar 10 centimeter. Oké. Okay. Dat is heel onbegeven.
Jij mag voor de laatste keer raden. Als je goed raadt, kunnen jullie het 50 euro nog delen als je wilt. Ik ken niet zoveel voetballers. Ik heb echt geen idee. Ook niet per se de bekendste voetballer hoeft de grootste te hebben. Maar jij geeft het op, neem ik aan. De Jong? Helaas. Sanne, Meike, ik dank jullie voor jullie tijd. Ja. Dit was Project Rabona, je boy Mauri. Groeten vanuit Den Bosch. Houdoe. Zal ik die van maken? Ja. Luc de Jong. Helaas is het fout. Een fout antwoord. Misschien weet jij het. Neymar. Neymar heeft maar een penis van 8 centimeter. Weet jij het misschien? Ronaldo. Helaas heb jij geen 50 euro gewonnen, want Ronaldo heeft geen eens een penis. Oh, wat gek. En wat is jouw antwoord? Lars Veldwijk. Fout. Maar de vraag is niet makkelijk. Dus denk kritisch na. Ja. En ook wil ik weten, wat zou je doen met deze 50 euro als je de vraag goed beantwoordt? Nieuwe schoenen kopen. Leuk. Oké, goed. Leuk. De eerste vraag, Emmy. Welke voetballer heeft de grootste penis? Jongens, dat is niet mijn afdeling. Ik ken geen voetballers. Oh, Sillissen? Nee, helaas! Dat is fout, geen Sinnesen. Sinnesen heeft een penis van maar 12 centimeter. Ja, ik heb verder geen voetballer, sorry. Nog een keer, raad maar. Is het een bekende voetballer? Een bekende voetballer hoeft niet per se een grote penis te hebben. Ik snap de vraag maar niet. Maar wij weten het. Oh. Wij weten het. Ja, ik heb echt geen idee. Ik ken geen voetballers. Oké. Okay. Jammer. Deze 50 euro had van jou kunnen zijn. Ja. Emmy, bedankt voor je tijd. Houdoe. Doei. Geniet van je dag in Den Bosch. Succes. Mensen, gegroet van Mauri uit Den Bosch. Het was een leuke tijd. We hebben leuke vrouwen geïnterviewd. Ze hebben allemaal geraden. Ze hebben het allemaal mis. Wij hebben de 50 euro en wij gaan hier leuke dingen mee doen. Mensen, bedankt voor het kijken naar de Bona TV. Dit was je boy Mauri. Over en uit. Amour, faya. Hoor, faya. Kusje.